Maar goed, ik kwam thuis en ik kreeg gelijk mijn pizza. En daar ben ik blij mee. Maar ze moeten wel zin hebben, want anders heb ik er al geen zin meer in. Nou, en dan weer dat moment dat je denkt, oh leuk, we gaan wat leuks doen. Goedemorgen, het is maandagochtend en we gaan naar school, want Sarah mag eindelijk. Wat dingen dan? Ja, ben je zo blij? En Pikachu zit ook in de auto. Ja, we hebben Pikachu mee, want ze mag een eentje laten zien. Zo, die ruit moet even blazen, zie je dit? Beetje beslagen. Hij is al uit, Mila, dus al rijdt ze hem ook. Het maakt niet uit, want hij staat bij mij uit, dus dan doet hij niks. Dus ben je blij, Sarah, dat je eindelijk mag tracteren? Ja, na gym. Ja, en de juf komt naar buiten even de tractaties van mij aannemen. En van dan mij ga je aannemen, mama. Ik draag ze zo even. Mag ik het mee naar gym? Ik denk niet dat dat is. Ja, ik denk, of het moet. Ik moet even zo overleggen met de juf. Oké? Ik heb echt mega grote boodschap gedaan. En het was best druk in de winkel. En ik duurde best lang met afrekenen. En daarna thuis ook met opruimen. Ik moest er twee keer weer. Ik kon niet in één keer uit de auto tillen. Maar goed, ik kwam thuis en ik kreeg gelijk mijn pizza. En daar ben ik blij mee. Want dit wil ik erbij heel graag hebben. Ik heb deze broek. Die is van America Today. Ik hoop dat die past, want het is eigenlijk niet de goede maat. Dat is zo'n rib flared legging, maar meer zo'n legging broek. Want een echte legging vind ik altijd net te veel tekenen. En dit is gewoon een dikke stof. Dus ik ga hopen dat die gaat passen. Dus dat ga ik zo meteen even proberen. En deze wilde ik ook echt heel graag. En iedereen zal denken, Adidas, dat past niet bij mij. Maar deze, als het goed is, dus wel, want met een haak. Ik draag natuurlijk wel sneaker wedges. En ik baal, ik heb deze dus ooit, maar dan met een blokhak. En dan waren ze echt tot hier. En die vond ik zo kick en ik heb ze niet genomen. En toen wilde ik ze laten halen. En nu kan ik dus nergens meer vinden. Echt, ik heb op zoveel plekken gekeken. Ik weet niet waar die nog te koop zijn. En dat was toen heel kort daarna en dat is al best lang geleden. Maar die weet ik nog steeds. Ik hoop dat deze past, want het was met hele rare maten. Nee, hij is te klein. Het is een 38 3/4 en ik heb 39 en anders was het 39,5 en dat is eigenlijk altijd te groot. Ja, het is echt 38 3/4. Of nee, 38 2/3. Ja, hij is echt te klein, echt. Mijn tenen zitten helemaal zo. Nou, we gaan deze terug. Ga ik die maat groter maar proberen. Maar ik hoop niet dat die dan te groot zijn. Oh, het is lekker weer buiten. Echt niet normaal. Ik ben de hele tijd binnen geweest. Want ik ben de hele tijd bezig geweest om een plekje te zoeken voor Sarah de nieuwe spullen. En dat is me gedeeltelijk gelukt, maar ook van heel veel nog niet. Dus ik moet echt even kijken waar ik het ga laten. Want ik heb nu gewoon een eetkamerstoel waar ik gewoon een hele stapel nog op heb staan. Omdat het overal aan de weg staat. Dus ik weet nog niet hoe ik dat moet gaan doen, maar goed. Oh, en ik heb die broek gepast en die zit dus ook niet goed. Dus ik ga zo kijken, misschien is die nu wel in een betere maat beschikbaar. En die schoenen wil ik natuurlijk ook, dus ik heb al een retourpakket gemaakt. En ik denk dat ik ze dan beide gewoon zo even een maat andere maat bestel. Ja, zij is zelfs Diabolo aan het uitproberen, een mini. Maar echt, is de slechtste Diabolo ooit, hè Mila? En zeg, als je nou even klaar bent, dan maak je ook... Hij draait al gelijk, hè? Ja, ja, ik had precies hetzelfde. Het ligt niet aan jou, hoor. Hij is gewoon... misschien als hij vaker gebruikt is dat het touwtje beter wordt of zo. Ik weet het niet. Nou, dankjewel. Je valt me aan. En schiet jij nou eens op. Dan kan je ook.
Nou, echt, dit is gevaarlijk. Weet je, we gaan het denk ik maar niet meer binnen doen. Ja, zo kan het ook. Kijk jij dat hij er niet afvliegt? Oh, wat een koela! Ah, ik word echt gek. Dit zijn echt de laatste dingen. En daarvan weet ik dus niet. Ik ze moet laten! De grootste doos gaat Sarah dan van de week doen. Maar de rest, ik weet het niet. Ik weet het gewoon echt niet. Ik ben wel heel hard aan het proberen om mijn eettafel gewoon vrij te krijgen. Er staat ook nog een halve piñata op. Want we hadden echt heel veel snoep en we wisten niet hoeveel kindjes er zou komen. Dus we hadden echt een hele piñata vol. Maar het was echt, kijk, dit is een halve. Nou, kijk hem al naast mijn hoofd. Dus hij was echt, echt gigantisch. En er zat geloof ik 8 kilo snoep in. Dus ja, waar moet je dat allemaal laten? Want er was echt veel meegegaan, maar ja. Veel op 8 kilo, dat is nog eigenlijk niks, zeg maar. Maar goed, ik vind het ook echt overal. Ik ging het stofzuigen weer. En toen vond ik dit dus onder de bank. En nu weet ik niet meer of ik dat net verteld had. Maar ik heb de broek dus een andere maat besteld. Maar de schoenen zijn dus gewoon niet groot te bestellen. En daar baal ik van. Die broek was er eerst niet, maar nu wel. Dus die heb ik. Maar goed, ik mag Sarah zo weer halen, want de dag vliegt altijd voorbij. En dan zat ik te denken om even nog iets leuks met te gaan doen, want het is best redelijk weer vandaag. Maar ik heb echt geen idee of ik het mee ga krijgen. Want ze heeft natuurlijk al het nieuwe speelgoed. Dus ik ga kijken of ik dat voor elkaar ga krijgen. Maar ik heb ook geen zin om met een kind met tegenzin iets leuks te gaan doen, want dan wordt het ook niet echt heel gezellig. En ja... Het is ook niet iets groots. Of even een wandelingetje in het park dat ze kan steppen. Of ja, gewoon zoiets. Dus ik ben benieuwd of ik het mee ga krijgen. Maar ze moeten wel zin hebben, want anders heb ik er al geen zin meer in. Nou, en dan weer dat moment dat je denkt, oh leuk, we gaan wat leuks doen. En dat ze naar buiten komt. Oh mama, mag ik bij Noah spelen? Dus nu is ze met Noah mee. En nu gaan we niks leuks doen. Nu ben ik alleen op de fiets. En kan ik over 5 kwartier de auto in om het te gaan halen. Dus ja. Sarah is weer thuis. Yeah. Was het leuk? Ja. En we gaan nu een toernooitje Mario Kart doen samen. Want Marco belde, die redde toch niet met eten. Dus die warmt dadelijk op. Voor beginners. Ga je die met beginners? Oh, ik moet ook natuurlijk oké doen. Wat ga je nou doen? Ik zou die doen. Ja, die is wat makkelijker. Wij nemen allebei deze. Die wil ik. Ja, nou dan ga ik een keer voor een ander. Welke doe ik dan? Ik ga een keer voor deze. Ik weet niet wat dat is. Poppetje heb ik nog nooit gehad. Dorpsbewoner. Ik heb oké gedaan. Je moet ook nog kiezen. Want met ander poppetje kan je ook weer andere wapens krijgen. Maar goed, we spelen eerst een toernooitje. Ja? Shugoo doen. Ja, doe je die? Shy Guy. Shugoo. Shy Guy is dat. Wil jij die wel leuk? Kiezen? Nee? Die dorp. Nee, en jij kan het poppetje wat ik heb een andere keer dan kiezen. Dan kies je nou echt dezelfde. Maar goed, dan kook ik daarna en dan gaat Sarah iets sneller na het eten naar bed. Maar dan hadden we nu even lekker tijd samen. Vind je dat leuk? Ja. Ja. Oké, ja. Eén groot voordeel na een verjaardag waar heel veel eten van over is. Ik kan echt kiezen wat voor snacks. Ik heb echt alles staan, geloof ik, zo'n beetje. Gehaktballetjes, gekookte worst. Nou, kaasblokjes eet ik dan niet, want die vind ik niet lekker. Maar ik heb ze wel. Taart, cakejes. Één cakeje nog. Wat ga ik nu doen? Ik ga gehaktballetjes en opwarmen. Ik heb op zich wel trek in. Of dit een heel goed plan is allemaal voor de lijn, dat weet ik niet. Dat moeten we nog gaan zien. Maar lekker is het in ieder geval allemaal wel. Dus misschien dat ik er gewoon even een cheat week van ga maken of zo. En dat ik daarna gewoon heel streng ga zijn voor mezelf. Want anders is het ook niet goed. Maar het moet erop. Ik haat verspilling. En anders is het zo zonde. Dus ik had ze trouwens, in ieder geval Kitty had er ook van gegeten van de week. Maar de verpakking was kapot. Dus ze zitten nu in een tupper. Ik ben net een nieuwe serie gaan kijken. Emily in Paris. En ik vind hem echt leuk. Maar ondertussen is het nu tijd om naar bed te gaan. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten.
Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!